kijken naar een nieuwe video van de dagelijkse D. Mijn naam is Milo Knol. Mijn naam is Don. Mijn naam is Link. Mijn naam is Gamineer. Oké, en vandaag doen wij, heb ik hier een boekie, jongens. Ik heb hier een boekie. Hey, heb je een boek uitgebracht? Ja, echt een boekie. Hoe word je nu Milo Knol? Hey jongens, ik heb jullie geprankt. Ik ben eigenlijk helemaal niet Gamineer. Ik ben gewoon Jeremy. Dat is wel een goeie boek. Ja, straks gingen echt mensen naar Gamineer. Ja, dadelijk gingen ze het zoeken. Ik zat er eventjes over na te denken. Dadelijk gingen ze het zoeken, weet je. Want dan was had ik teleurgesteld. Leg eens uit, Jeremy. Wat gaan we doen? Truth or Dare is het spel. Voor. Nee, wat gaan we doen, Jeremy? Met je ISBN 978-90-453-21. Bel lekker. Doe eventjes alsof Don hier naast ons zit. Kijk, hier zit Don hier. Gezellig. Hoi schat, bijna pakt ik je op de bek. Nou, dat ik al zo vaak met. Kijk jongens, ik heb dagelijks AD merchandise. Wow, mooi! Oh, wat mooi! Jer, jij was bezig. Vertel even, wat gaan we doen? Ja, dat zei ik net. Dat heb ik net voorgelezen. Lees nog even. Nee, want wat daarop staat gaan we niet letterlijk doen. Wij verzinnen onze eigen dingen rondom dingen heen. Oké, okay, ik heb het bedacht. Laat mij het dan maar vertellen. Moet je dat boek er dan ook bij hebben? Ja. Dat is een spreekbeurt. Ja, ja, hij moet het boek hebben. Ik wil hem zelf geven! Hij moet het boek hebben! Nee! Ik wil hem geven! Ik wil hem zelf geven! Ik wil hem! Yeah! Woo! Hey, dankjewel. Wat we gaan doen, we hebben allemaal één... We hebben allemaal... Wat we gaan doen? We hebben allemaal... Jezus. Wat we gaan doen? Wat we gaan doen, we hebben allemaal één waarheid. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat we gaan doen. Ja, ik doe het gewoon even overnieuw hoor. Wat we gaan doen. Wat we gaan doen. Doe nou. Wat we gaan doen. We hebben één waarheid, ieder voor zich. En we hebben één opdracht, ieder voor zich. Ik heb hier een boekje, dan mag ik iets gaan uitkiezen. En dan moet ik de persoon rechts van mij, moet ik dat gaan vragen. En die moet dan de waarheid gaan vertellen op de vraag. En na die vier waarheden gaan we vier opdrachten doen. Wat is er, Jeremy? Ik heb niemand rechts. Ja. Ik heb een leuke gevonden. Komt-ie. Don. Ja. Welke vraag... Zou jij nooit beantwoorden? Welke vraag zou je nooit beantwoorden? Wil je een setup video maken? We hebben allemaal wit aan. Hé, hey, wat leuk. Ja, wat leuk. Een kutboek, Kim. Hij kraagt. Nee, alsof jouw boek zo goed is. Hey, kijk, een mooi boekje. Beschikbaar op... Godverdomme. Mijn boek. Hey, kijk, Enzo's boek. Ja. Link, hey, wie vind je de irritantste presentator of presentatrice? Jeremy. Nou, nee, oké. Okay. Nee, serieus, Link. Serieus. Link, gast. We come from so long and now you do this. Linda de Mol vind ik wel heel leuk. Die keek vroeg heel vaak. Ja, die vind ik wel leuk. Ja. Weet je, niet mijn vraag, maar weet je van wie ik echt moe word? Van die Roort en Brink. Het is vast, het is echt een hele aardige man, maar hij loopt overal altijd... En jij krijgt een liefde. En jij, ben jij? Hij is ja, oh, ja, ben jij verliefd op iemand? Hier, kijk, er is hij! Ja, kom maar, en daar, hij komt. Ja, ben jij? Nee, kom maar. Weet je wat ik van die... Hij is echt heel lief, maar het is... Ben van die postcode-loterij, die kale man. Die oh, Gaston! Ja, dat ben ik nou echt. Goedemorgen! Gaston van een postcode-loterij. Hey! We staan weer in een wijk waar maar één iemand heeft gewonnen en de rest van Nederland neemt maar niks! Dat ben ik nou vervelend. Ja, oké. Ja, oké. Jeremy. Ik ben gay meneer. Oh, gay meneer. Ja. Als ze jou zouden vragen voor de Playboy. Hm? Nee, Playgirl, bij deze is de Playgirl. De Playgirl. Maar ik ben een mannetje. Ja. Om daarin te gaan poseren. Hoeveel geld zou je er minimaal voor willen vragen? Om het te doen. Wat is het minimale geld dat je denkt van, nou, laten we het om eventjes doen. Druk die kleding maar even uit. Zo! Nou, wel veel. Toch? Zeg gewoon even de frontpage, weet je wel. Even zie je steeds op. Nou, ik sluit het in ieder geval niet uit hoor. Ik bedoel... Nou, wel een lekker lichaam heb je. Ja, ik zou wel... Je krijgt wel een beetje bibberende wenkbrauwen nu we het hier over hebben. Nou, goed beantwoord hier. Ja, dankjewel. Ja, leuk hoor. Ja, dat was leuk, een trucje. Kijk, hier kan je ook een leuke video kijken. Zie je, dat is mooi geïnschiet. Oh, wat grappig. Ja, hij is niet heel erg, maar ik ben wel benieuwd. Wat lijkt je de ergste dood en waarom? Wat lijkt me de ergste dood? En waarom?
Maar de gassen die van je verbrande muts afkomt. Nee, maar... ik denk opgegeten worden. Gewoon levend opgegeten worden. Ja. Don, ik heb een der. Oh nee. Der? Gaan we naar de der? Ik ben Don niet. En we gaan nu naar de vier der's. Zeg het nou. Doe 15 buikspieroefeningen. De buik, ik wil 15, hè? 15. Kan je dat? Ja hoor. Ja, echt? Vast wel. Ik bedoel, je kan wel crunches doen, maar die zijn makkelijker, hè? Ik weet een veel moeilijkere. Die is echt lekker. Ja? Ja, dan, dan moet je liggen. Ga maar liggen op je rug, op de kleedje. Kom maar, ga maar liggen op je rug. Ja! Ga maar liggen op je rug. Ja! Ga maar liggen. Ja! Oké. Okay. Don. Mijn lever. Wat je gaat doen, je ligt. Benen recht. Je doet je benen omhoog. Wat zo? Je doet je benen omhoog, helemaal omhoog, zo ver mogelijk. En dan naar beneden. En dan laat je rustig, ja, nee, je niet touchen. Oké. Okay. Okay? Oh, en dan weer terug. 15 keer. Kom op, hoger dan, kom op! 3, en 4, en 5. Kom, ietsje harder, iets hoger, 6. Kom op. Ja, maar deze is zwaar. 7, en 8, is voor je onderbuikje. En 9, en 10. Nog 5, kom op. 11, hoger, 12. 13. En 14! Oh. En 15! Oh. Laat even zien! Oh! IJzeren! Kijk jongens! Kijk die shit! Holy shit! De der, geef de groep een lachcursus. Nee, even officieel hè. We moeten allemaal stap lachen. Stap voor stap. Oké, wie lacht? Die lacht. You lacht. Kraakt er nu, verloren nu! Nou, eigenlijk heel simpel. Stap 1, je gaat op het internet naar de website youtube.com of .nl, maakt niet uit. /xlink. Nee, dat zeg ik toch helemaal niet? Nee, dat wel. Wat een kutlachcursus. Ja, sorry. Ah, dat is dan 35 euro. Got him. Sorry. Ja, ik heb wel een leuke. Wat we gaan doen? Wat jij gaat doen, is jij gaat zo meteen daar staan. En je gaat een vriend of vriendin van onze groep gaan imiteren. En wij moeten raden wie het is. Nou, okay. Ik weet nu al of ik een makkelijke. Ja, maar hij moet wel een beetje moeilijk gaan doen. Oké, wel een beetje moeilijk. Een vriend of vriendin? Maar de kijkers moeten die ook kennen. Ja. Ga maar staan. En mag ik geen geluid maken? Don? Ik denk ook Don. Pascal? Yeah! Pascal? Ja! Pascal? Ja, ik bedoel, hij is niet. Pascal het wel. Dat overal altijd zo. Oké, maar ik zal er wel nog eentje voor de extra doen. Ja, kijk. Deze was al heel makkelijk. Ja, nou, makkelijk, je had hem niet gedaan. Oké, dan ga ik, ja? Oké. Okay. Landen, een vogel of vliegen? Is het Coco? Coco? Ja, Huh? Ook dat huppeltje? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Wat de derde? Stop nou! Nee, wat wild! Ik weet het niet. Nee, ik weet ook niet. Ik dacht... Hij doet zichzelf gewoon aan. Nee man! Wie is dat? Come on! Ik vlieg. Ik vlieg gewoon. Oh, ik weet het niet. Oké, mag ik er gelijk bij maken? Ja, maak maar gelijk bij. Ka. Oh my god. Ka. Ja, nou echt niet. Ka, ik moet niet meer. Volgens mij zeggen we, hebben wij het vaker in ons leven gezegd dan dat hij het heeft gedaan. Maar hij heeft gewoon een murder. Ja. Okay, weet je het dan? Oké, ik ga er nog eentje doen, oké? Okay? Laatste. En laatste, oké? Okay? Ja. Joost. Jij doet een persoon rechts van je. Wel pijn. Wat moet ik doen? Oh, dit is voor jou, hè? Voor de persoon of voor die voor de rest van mij, hè? Ja. Deze is zo goed! Nee. Laat je 1 minuut kietelen door de groep. Nee! Ja! Nee! 1 minuut! Timer! Ben je er klaar voor, Milan? Nee. 3. De officiële bovenstimer. Let's build 3, 2, 1, go. Go! Jongen. We zijn... Nee!
Nou, dat was wel gezellig. Oh. Nou jongens, als nog een vraag gegeven, wat is het gayste wat je ooit in je leven hebt gedaan? Ja. Jongens, op een man een dikke gangbang kietelmafjes. Godverdomme. Nou. Oh. Een plekje vrij is. Ja. Ik heb gewoon hoofdpijn. Ja. Oh god. Dat vind ik ook Rianus. Was dat de laatste uit het paard? Ja, dat was de allerlaatste. Wat een kut. Scheur hem maar uit. Ik ben moeer dan dat jij met die buikspieroefeningen bezig bent. Nee. Maar dank voor het kijken. Op Don's Hoofd kun je abonneren. En op deze hoofden kun je een nieuwe video bekijken. En bedankt en like en... Oh, het is echt een grote video. Ja, bedankt. Jezus Christus.